Vanmiddag heb ik dus een sollicitatiegesprek. We hebben een nieuw spelletje, ja. Stay cool. Een hele kleine olifant of een hele grote muis? Een hele kleine olifant. Gisteren een heleboel langs de schond, werd ze er helemaal een beetje sneu van. Nou, best wel een grote boodschap gedaan, dus ik ga jullie het allemaal even laten zien. Nou, hola die. Avondklok it is. Ik heb gisteren de items van Chiquelle binnengekregen. En die ga ik jullie even laten zien. Gadver, ik voel me de hele dag al zo gewoon... Buh. Gewoon dat. Gewoon buh. Toen was afgelopen met de sollicitatie. Goedemorgen, het is vandaag. Vrijdag. En wat leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Ik ben even mijn sportschoen net aan, want ik ga naar Chanel met Luun. En Luun heeft net even een vergadering gehad met haar groepje en haar juf. Dus elke vrijdag en woensdag om 10 uur, een half uurtje. Ze ook met de blokjes een naam maken. Ja, klopt. Maar wij hebben niet echt heel veel Lego. Hebben we nog die Lego met die letter, met die nummertjes? Ja, denk ik wel. Gaan we even straks zien, ja? We gaan zo dus nee, met de lettertjes, met de lettertjes. Ja. Oh ja, we hebben die lettertjes natuurlijk van blokjes. Ja, dat wel. We hebben wel blokjes. Ja, ik weet niet of we genoeg blokjes hebben om een hele naam te schrijven. Maar goed, we gaan even straks even zien. Luna kijkt nu even oude video's terug. Hè? Ja. Dat je de baas bent en zo. Vindt ze grappig om te kijken. En ik heb kort voor 11 gesproken bij Chanel. Het is nu 10:30 geweest net. 33. Dus nog heel veel wachten. Ja, verder niet echt. Vanmiddag heb ik dus een sollicitatiegesprek. Ik was via een vriendje van mij van de studie. Die heeft dus sinds 1 januari een nieuwe baan. Dus ook nog maar vrij kort 2 weekjes. En er ging daar dus iemand weg. En ze zei van, ben jij ook op zoek straks naar echt een baan? Zeg maar gewoon echt een volwassen baan. Een grote mensenbaan. Dus zei ik, ja, ik wil straks wel gaan werken en op zoek. En het is al voor incident. Dus dat is dat je werkt dan bij een uitzendbureau. En dan, het is iets breder dan alleen recruiten, zeg maar. Dus niet alleen maar personeel binnenhalen. Maar je gaat ook personeel plaatsen bij bijvoorbeeld dan klanten. En dit is echt gericht op de zorg. Dus het is echt voor bijvoorbeeld verzorgingstehuizen, verpleeghuizen. Dat zijn dan hun klanten, zeg maar. Daar moet ik dan personeel gaan plaatsen. En dan moet ik... Nou, dat soort dingen, of moet ik, maar goed, mocht ik het worden. Maar goed, dat doet een intercedent. En daar heb ik dus om 2:30 een sollicitatie voor. Maar er zijn meerdere kandidaten en ook een paar intern. Ja, dus ik weet niet echt of ik heel erg veel kans maak. Want het is natuurlijk ook best wel lastig. Want ja, ik heb 3 februari nog een eindgesprek. Ik weet nog niet eens of ik mijn scriptie haal. Dus dat is allemaal best wel lastig. Dus ja, mocht maar eens zien. Maar goed, wel spannend. 2:30 dus dat gesprek. Ja, het valt mee. Ik ben er eigenlijk helemaal niet zo zenuwachtig. Het is ook niet dat er iets heel erg van afhangt of zo. Het was meer dat het een beetje op mijn pad kwam. Ik dacht, ik kan het altijd proberen. Aangezien ik toch nog niet echt weet wat ik nou wil straks. Qua werk. Dus ja, ik dacht dan op deze manier zou ik misschien wel vrij makkelijk. En dan ook via bekende... ergens terecht kunnen komen. Maar goed, mocht het niet lukken, is het ook geen man overboord. Het is ook niet erg als ik niet meteen op 1 februari of zo een baan heb. Want ik moet eigenlijk de scriptieuitslag nog afwachten. Het is ook allemaal nog maar even de vraag hoe het gaat zitten met de scholen natuurlijk. Het is natuurlijk ook niet echt heel ideaal als ze pas rond 9 februari of later eindelijk pas een keer naar school mogen. En ik heb wel al een... Het is allemaal een beetje lastig. Dus dan is het ook niet heel erg. Maar goed, we gaan het zien. Ik moest daar dus ook gisteren intelligentietest en zo voor doen, IQ-test. Nou, wat de hel was dat? Was moeilijk. Ik heb het wel gedaan. Dus ja, dat wordt er volgens mij ook allemaal in meegenomen, die sollicitatieprocedure. Dus ja, maar even afwachten. Sollicitatiegesprek gehad via Teams. Ik heb gewoon lekker mijn ding geduld. Ja, en ze was een vrouw en een man. Echt hele aardige mensen leek net. Ook wel vrij open. Dus ja, eens even afwachten. Maar goed, ik ben benieuwd. Dat wel. Op zich lijkt het me wel erg leuk. Leek me wel in ieder geval hele aardige mensen. Dus
dat is gewoon sowieso al een positief ding. Dat vind ik eigenlijk het belangrijkste. Ik ga nu even nog eten maken, want het is al wel 3 uur geweest, maar ik had nog niet gegeten. Ik had wel even een shakeje gemaakt na het sporten en vanochtend natuurlijk al ontbeten, maar nog niet geluncht. Dus ik heb even een hele simpele lunch. 2 crackers, volkoren crackers. 1 met kaas, 1 met kipfilet, wat komkommer en een eitje. Dus die ga ik even oppeuzelen. Oh, er zitten dus 2 mensen echt recht voor mijn huis. Ja, ik weet niet, misschien kijken ze niet van net. Daar, zie je? Dus dat is een beetje awkward. Het was snel te vertellen. Oh ja, dus Luna is heel even naar Chanel. Want dan kon ik even rustig in alle rust dat gesprek doen. Die komen hier zo heen. Wat wilde ik vertellen? Het is een snoepje. Echt honger. Mijn ei is nog niet klaar. Nou, we gaan lekker eten. We hebben lekker kippenpoot uit de oven. Van die aardappeltjes uit de airfryer. En salade dus. Gewoon sla, ijsbergsla met komkommer, wat saus en croutons. Echt super lekker. Dus eet smakelijk. Joep. Hallo mensen, het is vandaag zaterdag. Ja, het is vandaag zaterdag en wij zijn op het punt om naar Chanel te gaan, naar haar ouders. Daar gaan we willen even lekker sporten. Ja. En Lunny gaat ook mee, want? Ik ga bij het been, een beetje bij het grote katje. Ja. Een beetje bij het grote katje, hij is wel een beetje groot. Bij het grote katje. Ja. Spelen. Ja. Oppassen. En Lissander die gaat naar zijn ouders. Daar staat zijn auto, dus daar gaat hij bezig met zijn auto. Dus nou, en ik wist, hij wilde eerst niet gaan. Maar ik dacht, ja, ik neem Luna sowieso mee, want ik weet dat ze dat leuk vindt. En toen zei hij, nou, dan ga ik ook wel. Dus ja, en ik heb net al even de video geëdit met het van het proeven. Sportvoeding proeven en vragen beantwoorden. Dus die, maar die staat al online als jullie dit zien. Want die moet ik morgen even inplannen. Dus dat is fijn dat dat al klaar is. En ja, even lekker sporten. Een zin in. Goedemiddag. Het is inmiddels 2:50. En ik ga langs de winkel, langs de drogist. Cadeautje halen. En daarna even naar mijn vader en mijn stiefmoeder. Rustig. Want mijn stiefmoeder is jarig. Stiefmoeder? Mag ik de tv mee? Ja, alsjeblieft. Dank je. Dus dat gaan we doen. Let's go. We hebben een nieuw spelletje. Ja. Stay cool. Heel spannend. En ik ben aan de beurt. Oké, Sander mag ik niet zien. Nee. Ja. Sam, kun jij zo de Sander ook zien? Ja, sorry hoor. Nee, ik zie niks. Oeh, dat lampje is heel raar op het beeld nu. Heel heftig. Moet je een beetje zo even een slagje draaien achter je? Of hem uitdoen, kan ook nog. Of zo. Oké. Zeg maar als je begint. De zandloper gaat lopen als ik begin, hè? Ja. 3, 2, 1. Hier zit het as van een overledene in. Een urn. Ja. Wat is zwaarder, een hele kleine olifant of een hele grote muis? Een hele kleine olifant. Hoeveel nullen bestaat een miljard? 9. Welk woord hoort hier niet bij en waarom? Straat, enkel, duim, hoofd. Straat. En waarom? Tijd. Want dat is geen lichaamsdeel. Wat hebben deze voorwerpen met elkaar gemeen? Ketting, armband, oorbel. Jij, sieraad. Maak met 6 dobbelstenen een piramide van 3 etages met een groene dobbelsteen als tijd. Kop. Zet de woorden paard, uil en hond in alfabetische volgorde. Wat? Paard, uil, hond, alfabetische volgorde. Ja. Paard, uil, hond. Ik snap het niet. Tijd. Het alfabetische volgorde moet je zetten. De woorden? Paard, uil, hond. Hond, paard, uil. Ja. Het is gevaarlijk. Wat is hier puntje uitgang? Tijd. Nood. Ja. Moet je nu stoppen? Oh. Ja, je moet ook in de gaten houden of je 4 hebt. Ja. Ja, dat is, maar dat kan... Ja, oh ja. Ja, dit zijn dus 4 al eerst 400. Okay. Ja, maar dat kost ook meer tijd. Ja, daarom. Ja. Nu is het klaar. Ah, ik vind het echt een superleuk spel, dit. Ja, dit vind ik echt leuk. Vooral de eerste ronde. Oké, maar wel een spel. Net als scheet. Goed kwam, jongen. Oh. Ja, echt. Emma, dit vind ik een slipper. Ja, ik hoorde het. En ik dacht... Pizza! Ik dacht het is niet pizza curry. Leg zo? Ja. Hoeveel is 60 keer 10? Wat? 60 keer 600. 10.
Hoeveel spelers... Vol, ik heb vol! Oké, knijp 10 keer in je neus. Ja. Hoeveel spelers zitten er aan tafel anders dan de spelers die de vragen stellen? Oh. 4! Zwart snoepje dat zoet of zout kan zijn. Drop! Ja. Drop, drop, drop! Hoeveel spelers zitten er aan? 3! 3! 2! Drop! 3! Hoezo? Welke gebeurtenis vindt op 25 december plaats? Kerst! Eerst kerstdag! Ja. Welk woord hoort er niet bij en waarom? Hond, kalkoen, gans, slang, duif. Wat? Hond, kalkoen, gans, slang, duif. Dat is D. Welk woord hoort er niet bij en waarom? Hond, kalkoen, gans, slang, duif. Duif, voor die vliegt. Nee. Sanne. 7. Lager. 5. 4. Wat zei je? 5. Yes. Yes. Fuck. What the fuck, jongen? Jij? Zou ik dan zo vast even... Heb jij een helder slag? Dan doe ik iets te handen. Ja, hey. Moet je weer vreten, wijfie? Wat wil jij? Kom op, baby. Ja, dat is een special effect. Ja, vol op de bus. Een stukje worst. Hallo, je zit nog vol in het spel. Ja, daar hadden jullie maar niet aan te leggen. Ik heb hier mijn best op gedaan. Ja, het is prachtig. Oh, heb je ook nog stokje? Eén van mij. Ja. Hey. Ja. Ik ben een typisch 5. Ik wil dansen met de zon. Oh, nee, ik heb het. Ik zeg altijd maar zo, als je mijn kamer erbij pakt... Moet je nooit doen. Ik heb het nog nooit gedaan. Ik heb nog nooit handen gehad. Nooit. Is toch hartstikke leuk? Ik kijk altijd nog wel met de tweede ronde. Maar goed, als er gewoon iets grappigs is... Ja, dan doe ik het in. Oh. Maar hij zit helemaal niet op onze hoofd. Girl, I will you, buddy, shuddy. Girl, ik wil je. Hey, hoe heet dit dan? Wat zoomt hij in als je gaat ja, rekken? Ja, filmen. Rek. Oh. Ik wil ook wel een keer een... Een video met mij opnemen? Of met Chris Brand? Wat zullen we opnemen? Chris Brand. Als jullie een video hebben, een vraag hebben. Want ik ben nog niet zo lang in Sanaa. Nee. Dus, nee. Goeie. Ja. Wat zijn je voor vragen hebben jullie inderdaad over ons? Ja. Voor vriendinnen? Wat, die wat korter. Ik ben nu 5 jaar Sanna's leven. Toen, ja. Luna was toen nog wel klein. Dat is een nul. Dus, dit is trouwens ook les maar. Waarbij ik altijd ga chillen met kind. Mm-hmm. Want ik ben dat 6 keer al. 6? Maar goed, je moet eigenlijk dus wel daarin kijken. Doe je dat ook? Oh nee, ik kijk schil. Ja. Ja, ik ga een keer naar de McDonald's en dan nog maar... Want ik kan echt vreten als een beest. Zeg maar of je het leuk vindt. Ja, en even zeg of je het leuk vindt. Ja, als je het niet leuk vindt, doen we het ook niet hoor. Nee. Doei. Het is vandaag zondag en het is ook geen morgen meer trouwens. Het is al 12:30 en we zitten lekker gewoon een beetje aan het chillen. Luna had net even gespeeld met het buurmeisje. Maar het ging niet helemaal goed. Zitten er eieren bij de Hello? Nee. Grappig. Hello Fresh is binnen. Super chill. Lekker hoor. Sander pakt even uit. Ik moet straks even een fotootje maken voor Instagram. Van Luna doe ik het denk ik. Dan stellen. Oh ja, ging niet helemaal goed het spelen. Het is best een beetje lastig, want ze moeten natuurlijk dan delen. En... Ja, dat is altijd even een beetje een dingetje. Ik vind het ook lastig hoe ik dat aanpak, zeg maar. Want ze heeft ook wel een paar keer huilen en zo. Dan denk ik, ja, het is niet leuk als je steeds huilt. Bij het spelletje bijvoorbeeld. Maar goed, het is wel een dingetje. Maar gisteravond was gezellig. Lekker gegeten, pizza. En daarna nog gewoon lekker gewijnd. Vond op zich best wel prima. Ik heb ook niet... Super veel lopen zuipen of zo, maar meestal merk je dat toch wel een beetje de volgende dag, maar het valt mee. Dus Sander lekker allemaal broodjes gehaald. Ga ik straks lekker ook even wat van oppeuzelen. Kijk dan, wat lekker allemaal. Croissantjes, kanelbroodje, kaas, uibollen, pistoletjes. Dus er is net een nieuwe video online gekomen. Allemaal prima gaat het deze zondag. En nu naar de tosti. Hallo allemaal, het is vandaag. Maandag. En ik heb vandaag nog niet gevlogd, sorry daarvoor.
is een beetje een chaotisch dagje namelijk. En we zijn inmiddels alweer aan het koken. Ik heb weer HelloFresh deze week. En het is echt mijn favoriete week sinds ik ooit HelloFresh heb gehad. Zeg maar, sinds al die weken. Ik heb deze week een romige farfalle met varkensuitspuntjes en pasta. Echt heerlijk, lijkt me niet. Vis en chips. En een kapsalon, een frisse kapsalon met kipfiletreepjes en yoghurtsaus. Dus een beetje een gezonde versie. En Luna is me aan het helpen. Toch? Ja, het gaat al een beetje goed. Ik heb het... Topper. Ik heb de ui al gesneden. De kipfiletreepjes moeten er zo meteen in. Moet ik het sausje even maken. Helemaal top. En vandaag heb ik eerst gesport. Toen hebben we huiswerk geprint. Print huiswerk een beetje gemaakt. Toen moest ik even een fotootje maken voor een samenwerking. Dat soort dingetjes. Ja, en nu is het dus alweer bijna 5 uur. 5 uur volgens mij. En ga ik koken. Dinsdag. Het is, hoe laat is het al? 12:15 al. Vanochtend gesport. Toen klaargemaakt, gedoucht en zo. Toen net even snel een video opgenomen. Een shoplog. Dus die komt ook ergens deze week nog online. Luna is vandaag bij mijn schoonouders. Super chill dat het even kon. Dan kon ik dus ook even die video zo opnemen. Goed, Luna wilde dat zelf heel graag. Het is natuurlijk best wel een beetje verdrietig ervan dat de scholen nog zo lang dicht blijven. En gisteren reden we ook langs haar school, werd ze er helemaal een beetje sneu van. Wel sneu voor haar. Ze heeft het helemaal gehad. Ik heb natuurlijk in mijn omgeving ook niet echt mensen die ook kinderen hebben. Dus ze ziet eigenlijk helemaal geen kinderen meer. Morgen gaat ze wel spelen met een meisje uit haar klas. Dus dat is wel heel erg leuk voor haar. Daar kijkt ze ook al heel erg naar uit. Goed, dus mocht ze vandaag even daar spelen. En nou, dan doen ze gewoon wel leuke spelletjes en zo met haar. Dus dat vindt ze altijd helemaal leuk. Dus dat vandaag. Ik ga nu even wat eten. Maar ik weet niet wat. Moeilijk. Ik had vanochtend even snel een smoothie gemaakt. Voordat ik dus Luna naar de ouders van Sander bracht. En toen meteen door naar Chanel om te sporten. Vandaag upper body. En toen had ik even dus een smoothie met banaan, havermout, amandelmelk, proteïnepoeder. Dus dat heb ik al gehad. Dus ik heb vandaag geen havermout gehad. Maar ik ga dat nu ook niet nog alsnog doen. Er meer niet echt heel veel zin meer in. Ik ga denk ik even een broodje roosteren of zo. Dan met wat filet en een eitje. Iets in die richting gaat het worden, denk ik. En ik moet daarna ga ik denk ik even met Chanel boodschappen en zo doen. Tenminste, we gaan voor ons allebei zelf boodschappen doen. Maar ik moet even ook naar de winkel gewoon boodschappen halen. Chanel open. Dus gaan we even samen. Ja, maar even zien hoe laat het daarna is. Ik weet nog niet zo goed wat verder de bedoeling is. Lolo, oh, het is echt goor weer buiten. Mijn hele haar springt in de krul. Ik heb een clip gekocht. Ik ben daar benieuwd naar. Ik ga het even proberen. Ik ben naar de winkels geweest met Chanel. Het is inmiddels al 4:10. We zijn even in Lidl, Kruidvat en hoe heet dat? Hoe moet dit, jongens? Ik weet niet hoe dit moet. En dit is ja helemaal lelijk. Het moet dan veel hoger als het leuk wil zijn, volgens mij. Oh ja, ja. Nee, precies. What the fuck is dit? Nee, oké. Okay. Nou, 3 euro. Verkloot. Oké, goed. In ieder geval. Nou, best wel een grote boodschap gedaan. Dus ik ga jullie het allemaal even laten zien. Bij de Kruidvat. Daar heb ik het minst gekocht. Zeg maar een beetje fatsoenlijk. Oké, niet echt. 2 keer proteïnepoeder. Ik heb altijd deze. In de smaak vanille. Het is Isolate Whey. Die heeft net iets meer proteïne per serving, zeg maar. Per scoop.
dan de gewone whey protein, zeg maar. Die was nu in de aanbieding. Ik heb 2 keer zelfbruiner van Dove. Ik gebruik altijd deze voor mijn lichaam. En dit is ook 1+1. Super chill. Ik heb even 4 repen meegenomen. Proteïnerepen. 2 keer deze cookie dough. 2 keer deze crunchy caramel. Deze heeft 31 gram proteïne. Deze 34. Nou, hier zullen we nog even 1 van opeten. En dan had ik nog een hele grote zak M&M's. Voor 4 euro. Hele grote. 550 gram. Zo moet ik bij de kruidvat. Alles wat in de kelder moet hierin stoppen. Dan de Lipo. Nibbits. Had ze bij de Lidl. Dus dacht, neem ik mee. Elster appels. Oh, dit was trouwens appie. Maar dat had ik hierin gegooid. Bladerdeeg. Chanel komt hier vanavond zitten. En we gaan waarschijnlijk even van die lekkere knakworstjes en bladerdeeg maken. Bananen. Filet American mager meegenomen. Van die wraps. Ik dacht, kan ik een keer ook een beetje andere lunches maken. Pesto. Ook voor een eventuele lunch. Gewoon nog deze gerookte kipfilet. Tomaatjes. Poffertjes, waar ook in de aanbieding. XXL. Kaas. Citroensap. Doe ik soms door mijn smoothie. Als ik hem iets te vlak vind. En wat richting de zoete kant. Ook vaak een beetje citroen spul erdoor. Om het een beetje te balanceren, zeg maar. Olijfolie. Voorraad. Vissticks. En magere kwark. Dan Albert Heijn. 2 keer dit. Dit was er allemaal bij de Lidl niet. Normaal heb ik bij de Lidl veel goedkoper. Goed, ananas en framboos. Dus diepvries fruit gebruik voor de smoothie. Dan had ik ook eierwafels. Eet Luna. 2 keer bugles. Nu waren ook 1+1. Of nou ja, of 2 voor nog wat of zo. Nog eens van die aardappelschijfjes. Die kunnen in de airfryer. Super lekker. Mayonaise. Oh, dit is ook niet handig van mij. Oké, een tijgerbrood. Maar die heb ik dus ergens onderin gehad, zoals je kan zien. Kwark. Ja, vet. 0,5% vet kwark. Kokosnoot en met extra proteïne, 20 gram. 2 keer een cheesecake puntje. Leek me echt super chill. Dan dunne maiswafels kaassmaak. Heel benieuwd naar. Ik heb deze ook eens gehad in paprika, maar ik zag nu deze. Ze waren niet in de aanbieding, dus ik dacht, oké, ik neem eens 1 mee. En als ze dan binnenkort in de aanbieding zijn, dan sla ik even wat in. Als het lekker is. En die paprika dan ook. Goudkaapje was en Luna eet heel veel smeerkaas. En wine rims XL eet Luna ook en Sander. En dan heb ik nog 2 mango's, want die waren ook in de aanbieding. En bacon plakken. Ik dacht ook voor een keer lekker een lunch te maken of zo. Dus dat zijn alle boodschappen. Echt heel veel. Moet je eens even kijken, joh. Ik doe nooit zoveel boodschappen. Hop. En het is dus allemaal geen avondeten, want we hebben dus HelloFresh. Dus dat hoeft er niet eens. Dus ja, dat is best wel heftig. Nou, we gaan lekker eten. Luni heeft even poffertjes, mocht ze vandaag, hè? We gaan lekker deze eten. Rommige van Fanje met varkenshuispuntjes. Ik heb in plaats van de aubergine heb ik die champignons opgesneden. Maar dat vind ik ook wel lekker, jullie eten. Ja, klopt. Dus zelfs dat de laatste dag niet. Ja, een beetje. Dus jullie gaan morgen iets anders eten. Nu met de varkenshuis. Hoi. Wat gaan we doen? Een spelletje doen. Ja. Weet je welke dat is? Beverben. Heel leuk. En Sander is er ook nog. We hadden heel lekker gegeten. Sander gaat zo even weg naar een vriend. En wij gaan dan nog even een spelletje doen. Even tv kijken. Nog even lekker chipje eten. En vanavond komt Chanel waarschijnlijk nog even. Nu nog kan. Want morgen krijgen we waarschijnlijk te horen dat we een avondklok krijgen. Ja, morgen ga ik weg. Ja, nu dan gaan we morgen spelen. We gaan een spelletje doen. Doei. Oké, zal ik even schudden? Ja. Wow. Ik wil even goed in de spoor. Want anders zit ik helemaal niet bij jullie. Zo kunnen de mensen mij goed zien. Net zet ik helemaal hier. Dan kunnen mensen mij niet zien.
even heerlijke worstenbroodjes bereid. Zo chill. Dus even lekker de mayo erbij. En we zijn lekker aan het, een beetje aan het doen. En hoe noemen we dat? 400 op één buik. Één buik aan het kijken. En dan zo'n, hoe gaat het nu met de aflevering? Echt leuk. En lekker hapjes en drankjes. Nu het nog mag. Goedemorgen, het is vandaag woensdag. En Luni heeft zo meteen online les. Het is al 10 voor 10, of 5 voor 10, of 3 voor 10. Nog 3 minuten, hè Luni? Kijk, hier staat 3 minuten. Dus wordt dat jouw Gruffalo? Ja. Oh. En ik ga dan zo even eten maken. Dan heeft ze om 11 uur tot 11:30 nog een soort gezamenlijke met de hele klas. Ze heeft nu nog een klein groepje en daarna nog in de hele klas. 2 minuten. En dan heeft ze, gaat ze dan na die gezamenlijke call, zeg maar, om rond 11:30. Gaat ze spelen bij Lotte, bij een vriendinnetje uit haar klas. Dus dat vindt ze helemaal leuk. En ik ga nu even een ontbijt maken. Avondmaal, denk ik. Daar heb ik heel veel zin in. Dat is heel erg lekker. Dus ik ga denk ik binnenkort ook wel weer even een keer een What I Eat in de Day video maken. Denk ik wel. Laat maar even weten als jullie dat leuk vinden. Ga maar eens kijken of jullie één dingetje kunnen vinden waarin je de g hoort. Goed. En dan zie ik jullie zo weer terug. Glas. Glas. Nou, ga maar een glas pakken. Ja, maar wat moet een beker? Hier lieverd. Je moet wel een glas pakken dan, want bij een beker zit geen g. Pakken. Kan je erbij? Goed zo. We gaan hem binnenkort registreren, quarantaine en krijgen ze een boete. Nou, hola die. Avondklok it is. Maar goed, daar waren we natuurlijk al wel van uitgegaan. Dat was gisteren allemaal wel naar buiten gebracht. Ik heb het net even lekker gegeten, hadden jullie kunnen zien. Klaargemaakt kunnen jullie hopelijk ook zien. Ik ga Luna nu halen, want ze ging spelen tot 3 uur. En het is nu bijna 3 uur. Dus deze maar aan. Het trui is trouwens van de Bershka. En ik heb een leather look. Ik weet niet of je het kan zien aan. Van de H&M. Maar die was toen ik hem kocht nog maar 10 euro. Dus dat is al echt ruim. Dus dat is al wel een paar maanden oud. Een jaar of zo. Nee, dat is niet waar. Mijn Dr. Martens en mijn jas is van Pull Bear. Die heb ik ook nog niet zo heel vaak aangehad. Dus ja, ik ga Luni halen. We hebben ook lekker gesport, maar mijn camera was weer leeg. Ik vind wel dat de camera niet ultra lang meegaat. Maar goed, dat kan ook aan mij liggen. I don't know. Maar goed, we hebben lekker gesport. Ik heb de benen getraind. En vanavond hebben we weer een workout. Want we hebben nu met het team elke maandag en woensdag, wanneer we normaal training hadden. Want ik voetbal, voor degenen die het niet weten. Kan nu natuurlijk niet. Dus hebben we elke maandag en woensdag digitaal, zeg maar, via de teams een workout van onze trainer. Dat is gewoon nog een vrij jonge jongen, dus die doet dat. Is wel leuk. Goed, dus nog een keer sporten. Maar goed, de avondklok is vanavond nog niet in. Dus ik kan vanavond nog even naar Chanel. En dan gaan we daar gewoon weer in de schuur trainen. Want, of die workout doen. Want dat is hier natuurlijk een beetje lastig. En Sander is er dan gewoon en Luna. Ja, dus dan is dat niet ideaal. Dus dan hebben we dat even bedacht. Dus ook nog even een pakketje halen. Want ik gisteren was geweest voor een pakketje van Chiquelle. Dus die ga ik ook even oppikken. Dan kan ik jullie die straks of morgen nog even laten zien. Maar goed, nu eerst mijn kind halen. Ik heb mijn vriendin weer opgehaald. Die heeft even nog een lekker geroosterd broodje. En is even tv te kijken. En ik heb nog wel een beetje trek. Het is 4:20. Ik had natuurlijk rond 1:15 of zo gegeten. Maar ik heb al wel weer zin in wat. Dus ik ga nog even een smoothie maken. Ik gebruik deze daarvoor. Deze kwark had ik gisteren gekocht. Deze heb je bij ons alleen bij de appie. Maar dit is dus 20 gram proteïne per 200 gram. En helemaal bijna geen vet. En het is kokosmaak. Je hebt hem ook in aardbei en vanille of zo, dacht ik. En nou, ja, zoiets in ieder geval. En ik ga daar wat frambozen bij doen. Wat courgette en vanillepoeder. Proteïnepoeder, zeg maar. Dus heerlijk. Heel erg veel zin in. Ik heb gisteren 2 mango's gehaald. Dus die ga ik lekker opsnijden. Dan heb ik het lekker in de bak doen, zodat ik het lekker in de koelkast heb. En Luni wil nu ook wat, dus dan kan ze dat lekker even krijgen. En
Ja, dan heb ik dat gewoon in de koelkast, zodat ik dat af en toe lekker kan nemen. Of Luna of zo. Hier staat alvast de snert, want dat eten we vanavond. Dat had ik in de vriezer, hadden we dat bewaard. Dat is een restje van vorige week, of die week daarvoor. Week daarvoor volgens mij. Dus ja, ideaal. Weet je welke dag het is? Donderdag. Heel goed. We zijn aan het lunchen. Het is 10:50. Sander heeft online les vandaag thuis. En ik heb kaaswafels. Kaas-maiswafel. En met kipfilet wat komkommer. Pesto en kaas. En een bacon en een eitje. Heel lekker. Ik heb gisteren de items van Chiquelle binnengekregen. En die ga ik jullie even laten zien. Ik loop dus al de hele dag in dit groene broekje met de trui. En die zijn ook allebei van Chiquelle. En ik heb nu deze heerlijke roze variant ook uitgekozen. Echt, ik leef in deze broeken van Chiquelle. Ze zijn echt heerlijk. Ik heb een maatje S. Sluit gewoon goed aan. Als je hem iets meer oversized fit wil hebben, kan je ook een M kiezen. Maar ik heb ook een soort beige, zelfde idee. Die heb ik wel een maatje groot. Die is ook niet van Chiquelle. Maar goed, die vind ik toch iets minder, ja, minder leuk om zo maar te zeggen. Ik vind het net iets mooier als het een beetje aangesloten zit. En onder zit hij wel gewoon chill, een beetje wijd. Dus daarom draag ik dus een S. Dit zijn gewoon zulke chille broeken. Chiquelle heeft gewoon sowieso echt super lekkere chill pakken en zo. Daarvoor ben je altijd goed bij hun. Dan ten tweede heb ik deze heerlijke sportbroek uitgekozen. Ik draag echt bijna altijd sportkleren van Chiquelle. Vooral van de leggings ben ik echt fan. Dus ja, ik had dit kleurtje nog niet. Dus ik heb deze kleur nu gekozen. En deze heb ik dit keer in een XS uitgekozen. Ik heb normaal, tenminste ik koos eerst altijd M. Toen koos ik S. En nu neem ik eigenlijk sinds de laatste keer had ik het ook al gekozen een XS. Want ja, er zit gewoon heel veel stretch in. En op een gegeven moment gaan ze anders gewoon een beetje afzakken en fleuren. Dus ben ik nu voor ook weer voor een XS gegaan. En ja, ik vind het ook wel eigenlijk een heel geinig kleurtje. Weer eens wat anders. Ik chill hier trouwens ook in. Het is niet alleen sportbroek, maar het is ook gewoon chillbroek voor mij. Dus ja, deze ook helemaal chill. En dan te leuk dit schattige cropped vestje. Hij is een beetje van die ballonmouwen. Zit een beetje wat oversized. Ik heb hem in een maatje M. En ja, je kan hem dus ook gewoon dicht doen. En heeft een capuchon. En dit is dus ook echt, vind ik zo leuk voor lekker. Auw, die kaart klopt tegen mijn hoofd. Om lekker aan te doen als je gaat sporten. Of straks als we weer naar de sportschool kunnen. Om dit er dan lekker overheen te doen. Helemaal leuk. Het is een beetje een, ja, een beetje beige kleurtje. Een beetje, ja, beige, dat is huidskleurig kleurtje meer. Ja, meer huidskleur zou ik het noemen. En dan tot slot nog dit leuke topje. Dit is echt een top. Ja, het is eigenlijk een body. En ik heb nu even mijn joggingbroek er weer bij aan. Ik krijg zin om helemaal een spijkerbroek erbij aan te doen of zo. Maar dit vind ik bijvoorbeeld echt vooral heel erg leuk voor in de zomer. Het is een strak shirtje. Het heeft een beetje de Zara vibes. Die hebben ook allemaal van die tops, maar dan niet met... En ja, gewoon zo'n heel glanzend stofje. En dat is wel van die Zara bodies. Die hebben dat ook. Het lijkt ook allemaal wel op Zara. Kijk, als je ook dat... ik weet niet of jullie het kunnen zien. Dat... Hoe heet dat? Nou, dat logootje erin zien. Dan lijkt dat net op de Zara logo. Dus ik heb wel het idee dat dat iets van dezelfde fabriek heeft. I don't know, maar het is dus een beetje zo'n donkerrood richting bruin kleurtje. Echt heel erg leuk. Lekker strak zitten. Dus je kan het zo dan over een leuke broek doen. Of in de zomer misschien op een leuk broekje of rokje. Ja, helemaal leuk. Deze draag ik in een S. Hij zit wel vrij strak. Ik heb er nu ook een topje onder. Kijk, en dan hou je echt geen borst meer over. Niet dat ik dat nog heel erg heb, maar goed. Dat was het laatste item alweer. Ik had deze items van Chiquelle dus dinsdag doorgegeven. Had ik de linkjes opgestuurd. En toen had ik het woensdag al in huis. Dus het gaat echt bizar snel. Het is een Zweeds merk. Dus ja, ik vind het altijd wel bijzonder hoe snel dat gaat. Komt gewoon met PostNL. En je kan bijvoorbeeld ook achteraf betalen, als ik het goed zeg.
Dat is ook ideaal. En daarbij krijg je, als je nu bestelt met mijn code SANNEVEE25, ja 25, ik zeg het goed, krijg je 25% korting op de gehele collectie, uitgezonderd van sale en beauty producten. Maar goed, verder dus op alles. Dus alle items die ik dan net liet zien, krijg je gewoon allemaal korting op. Maar ook alle andere items. En ja, ik ben vooral altijd, en dat kan je misschien wel weer een beetje zien, aan de items die ik ook dit keer weer heb geshopt, fan van hun sport en loungewear. Ik vind het echt het einde. Ik leef erin nu deze lockdown gaande is. Mocht je ook nog een leuk sportsetje zoeken of een leuke joggingbroek, ga vooral even op de site kijken. Ik zal alle linkjes in de beschrijving zetten. Hoi, goedemiddag. Goedenavond inmiddels alweer. Het is 7:20 en ik heb echt net Luna erin. En Sander is naar school. Die heeft op donderdagavond altijd praktijkles op school. Dat gaat gewoon nog door, ondanks de corona en de bijna avondklok. En om eerlijk te zijn heb ik een beetje een vervelend, nou niet een vervelend, maar gewoon een beetje een off day. Gadver, ik voel me de hele dag al zo gewoon bleh. Gewoon dat. Gewoon bleh. Ik weet niet wat het is. Het is gewoon echt even zo'n off day waar je ook eigenlijk geen verklaring voor hebt. Wat iedereen wel eens heeft, om wat voor reden dan ook. Of om geen reden, want ik heb eigenlijk geen reden. Het is misschien gewoon wel een beetje alle factoren. Corona, lockdown, kind fulltime thuis. Eigenlijk geen tijd meer voor eigen dingen die er al bijna niet zijn door corona. Dat vind ik best pittig. Heb ik altijd al wel pittig gevonden dat, zeg maar, de echt fulltime moederschap. Ik heb gewoon altijd wel best wel behoefte ook om mijn eigen ding te doen. Geen idee of dat te maken heeft met dat ik misschien ook nog wel vrij jong ben. Dus ook nog wel gewoon lekker hou van met vriendinnen chillen. Maar ik denk dat dat ook op oudere leeftijd wel een ding is. Ik denk dat dat ook vooral aan je persoonlijkheid ligt en hoe je bent als persoon. En ik heb dat best wel erg. Zoals ook met sporten. Ik sport natuurlijk nog best wel veel met Chanel, bij Chanel. Want we hebben bij haar ouders een soort mini gymmetje gecreëerd met wat gewichtjes en zo. Daar hebben we gewoon de ruimte om te sporten. Maar goed, dus bij haar ouders. En nou, dan moet Luna mee en het is allemaal best wel lastig. Want Luna kan best wel even alleen zitten. Maar goed, haar ouders zijn er dan soms ook. En haar zusje. Ja, dan voel je je toch wel een beetje bezwaard. Dus dat is, ja, ik heb verder niet zoveel tijd om zelf daarheen te gaan om te gaan sporten. Straks al helemaal niet. Als de avondklok is natuurlijk, dan kan ik ook niet, zou ik ook niet 's avonds kunnen. Dan moet het overdag, mocht ik het willen. En ja, verder, ja, je hebt ook gewoon weinig te doen. Ik vind het met kinderen leuk om dan erop uit te gaan. Maar ja, nu is er gewoon weinig te doen. Het zijn denk ik gewoon een beetje allerlei factoren. En gewoon, ik weet niet, ik ben ook nog steeds wel een beetje nerveus over mijn scriptie en alles. En daar heb ik ook nog een uitslag van. En verder al best wel wat mensen uit mijn groepje, mijn cool groep, hebben wel al uitslag. Maar ja, die hadden een andere begeleider. En die hebben ook allemaal voornamelijk volgende week al gesprek. Ik pas die week daarna. En het is zeg maar zo, je moet uiterlijk 48 uur van tevoren van je gesprek, die staat namelijk al gepland, uitslag hebben. Zodat mocht je dus het gehaald hebben, dat je nog tijd hebt om dat gesprek voor te bereiden. Mocht je het niet halen, hoef je dat gesprek ook niet te doen. Dan moet je namelijk gewoon herkansen. Zij hebben allemaal al uitslag en allemaal hebben ze het gehaald. Oh, dat is best wel hoge druk. Niet per se dat ik dan, maar ja, het zou gewoon fijn zijn als ik het ook haal. Maar het is gewoon zo lastig inschatten, want je weet niet waar ze naar kijken. Je weet niet hoe kritisch ze zijn. En sommigen houden ervan om kritisch te zijn. Dus daar ga ik helemaal van raar doen. Maar ja, het is even afwachten nog. Ik denk wel, ik had al wel verwacht dat het van mij niet deze week kwam. Dus ik denk dat het volgende week komt. Ik hoop dan een beetje begin van de week. Maar wel spannend. Ik had trouwens ook nooit meer verteld hoe het was afgelopen met de sollicitatie. Ze belde mij maandagochtend al vrij snel op dat ik het niet was geworden. Maar ik had het al wel verwacht. Dat vertelde ik natuurlijk eigenlijk al wel. En nou ja, ze zeiden ook wel dat ze dus nu een vrij nieuw team hebben. En wat ik ook al zei, dat oud studiegenootje van mij, die is natuurlijk ook pas net nieuw. En dat was nu dus een ervaring iemand weggegaan. Dus wouden ze wel graag ook wel weer iemand wat met iets meer ervaring daarvoor terug. En nou, ik heb natuurlijk nul ervaring. Dus dat was de voornamelijkste reden. Dus nou ja, ook helemaal prima. Het was voor mij eigenlijk dat ik vooral wel had van, nou, wel iets minder stress dan even. Iets minder druk op mijn schouders. Dus ik vond het niet dusdanig erg dat ik er helemaal kapot van was of zo, nee. Helemaal niet. Dus het is oké. Maar goed, dan weten jullie dat ook nog even als ik helemaal, als ik me er helemaal bij ingeschoten. Maar goed, lang verhaal kort. Ik ga nu sporten om toch nog even wat positiefs uit deze dag te halen. Ik ging vanochtend ook hardlopen. Maar ik had het de laatste keer dat ik hard gelopen had ook al. Ik heb dus volgens mij noemen ze het een lopersknie. Het doet me zo'n pijn. Het steekt me helemaal aan de buitenkant van mijn knie. En ik had het de laatste keer dus dat ik ging hardlopen ook al. En dat was ruim een week geleden. Dus ik dacht, ik probeer het nu nog een keer. Maar ik had het eigenlijk na 500 meter of zo had ik er alweer last van. Toen dacht ik, oh nee, shit. Dus heb ik het uiteindelijk nog
heb ik 2 kilometer gedaan, maar ik moest terug op een gegeven moment. Het laatste stukje heb ik ook gewoon gewandeld. Je hebt morgen om 17 uur niets in je agenda. Dus toen ben ik gaan lopen en ik las ook op internet dat je er dan ook echt moet stoppen als je pijn krijgt. Maar daar baal ik een beetje van. Ik vind het wel hardlopen echt super chill. Ik doe het niet zoveel. Ik probeer het toch zo 2 keer in de week te doen. Vaak ga ik 1 keer door de week en 1 keer in het weekend. Gewoon even lekker rennen. Ook voor de conditie. Maar ja, dat gaat nu dus echt niet. Dus ik lees ook wel dat je dan echt even rust moet hebben. En misschien moet ik maar eens kijken. Ik had al wat tips gehad van mensen die zeiden zo'n band om je knie. Of andere schoenen. Maar goed, ik heb op zich niet echt hele goedkope schoentjes. Ja, ze zijn ook niet super duper duur. Maar ze zijn wel iets van €130. Het zijn wel echte Nike running schoenen, zeg maar. Maar goed, misschien is het niet alles hoor. I don't know. Ik ga nu in ieder geval sporten. Ik had dus bij de auto van Chanel nog even mijn gewichtjes opgehaald. Want ik heb daar deze gewichtjes. Ja, het is maar 3 kilo. We hebben daar ook wel van die andere van de sportschool. Want haar moeder werkt dus in die sportschool waar we ook lid van zijn. Dus daar mochten we even, hadden we ook 2 dumbbells van me geleend. Maar goed, die zijn natuurlijk niet van mij. Dus ik heb gewoon even mijn eigen opgehaald. Zodat ik daar even wat oefeningen mee kan doen. Because it's upper body day. En Chanel had vandaag geen zin om te sporten. Dus toen dacht ik bij mezelf, nou dan ga ik s'avonds even zelf, want anders is het toch niet. Dus dan ga ik hier even weer in de woonkamer. Ik heb de joggingbroek wel aangehouden. Dacht, als ik toch armen ga doen, kan het wel. Dus ik ga even een filmpje opnemen. Ik doe vaak filmpjes van armen van MadFit. Ik heb haar ontdekt. En Pamela die heeft veel, als ze armen doet, dan gaat ze rondjes draaien en zo. En niet met gewichten. Maar ik vind het eigenlijk wel heel erg prettig om wel gewoon met gewicht te doen. Dus dan doe ik vaak van MadFit. MadFit. Zo, I'm done. Ik heb even lekker, nou, 3 kwartier ongeveer. Ik heb hem iets te laat uitgezet, mijn horloge. Maar kijk. Lekker bijna 300 calorietjes verbrand. 52 minuten staat hij. Ja, ik heb al drinken en zo gemaakt. Dus ik ga nu even eiwitshake nemen. Ik neem altijd de Clearway van My Protein. En dan, dit is de smaak. Ai, ik weet even niet. Ik ga even kijken snel. Pink Grapefruit. En dat is dus niet zo'n melkerige variant. Dus meer ranja. Dus echt veel lekkerder. Ik had vanmiddag ook al een smoothie gehad. Ook wel met proteïne. Ik probeer nu echt wel even wat meer proteïne binnen te krijgen. Ik wil wel graag een beetje groeien qua spiermassa en zo. Dus nou ja, dan heb ik mij laten vertellen dat het belangrijk is om een beetje proteïne zo binnen te krijgen. Nou, ik probeer sowieso gewoon goed op mijn voeding te letten. Ik heb nu echt weer even tegen mezelf gezegd van nou even weer... Beetje meer omdenken, want ik vind dat ook leuk om gewoon lekker te sporten. En dat vind ik het ook zonde als je daar niks voor terugziet. Al blijf ik gewoon echt nog wel lekker eten af en toe. Maar gewoon over het algemeen gewoon weer even een beetje die balans. Want dat verloor ik de laatste tijd eigenlijk weer een beetje. En ik ga nu op de bank chillen. Eiwitshake nemen en vanavond denk ik nog even een bakje kwark. Maar goed, ik ga nu in ieder geval de vlog afediten. Ik was gisteren al een heel eind op weg gekomen, maar... Dit van vandaag moest ze nog in. Dus ik wil ook alvast de vlog afsluiten. Zondag komt er ook een video online. Namelijk een shoplog van Zavoel. Die best wel leuk is geworden. Sommigen hebben misschien een beetje een sceptische mening daarover. Maar dit keer zaten er echt leuke items tussen. Dus ik hoop dat jullie het leuk vinden en daar naar gaan kijken. Ik hoop in ieder geval dat jullie hem gaan kijken. En dat jullie ook deze video leuk vonden. Als je dat nou doet, doe dan even een duimpje omhoog. Vergeet me niet te abonneren op mijn kanaal. Zou ik super leuk vinden. Notificaties kan je aanvinken. Dan krijg je een melding. En je kan me volgen op Instagram. Sanne_Verhoeven. Dan zie ik jullie graag zondag weer bij een shoplog. Of volgende week weer bij een nieuwe vlog. Doei doei!